Netspar heeft samen met Centraal Planbureau onderzoek gedaan naar de meerwaarde van het pensioenstelsel, van ons collectieve pensioenstelsel. We hebben met name gekeken naar de risicodeling tussen generaties. Het is vaak gedacht dat daar de grote meerwaarde van ons stelsel in zit. We hebben dat onderzocht en ook gekwantificeerd. En dat blijkt toch wel een stuk kleiner te zijn dan in het verleden was. En ook kleiner dan veel mensen denken. Nou, het huidige collectieve systeem heeft vele belangrijke voordelen. In de eerste plaats dat we allemaal verplicht meedoen. Nederland heeft een hele brede deelname aan ons pensioenstelsel, meer dan andere landen. We bouwen ook goede pensioenen op. We hebben een goede kapitaaldekking van onze pensioenen. En de uitvoering is in Nederland ook naar internationale maatstaven redelijk efficiënt. Er zijn ook wel aandachtspunten. Daarom is in Nederland nu ook een brede pensioendialoog gestart door deze regering. En die aandachtspunten die zitten met name rond de keuzevrijheid. Er is toch behoefte aan meer keuzevrijheid van mensen. Die zitten ook rond risicodeling. Is het stelsel wel zo efficiënt als we hebben gedacht? En er zit een aandachtspunt omdat er wel herverdeling in ons stelsel zit die we niet altijd willen. Je zegt dat Netspar in samenwerking met Centraal Planbureau hebben het onderzocht. Hoeveel minder is het dan gedacht? Als je het in termen van procenten welvaart uitdrukt, in de literatuur worden wel getallen van 12% welvaartswinst genoemd. We hebben het in het verleden ook wel becijferd en dan kom je in praktijk een stuk lager uit omdat je die theoretische winsten niet haalt. Als we het nu becijferen, dan komen we op 0,5% welvaartsstijging door die risicodeling tussen generaties. Waarom is dat zoveel kleiner? Omdat er minder jongeren zijn waarmee we risico's kunnen delen. En ook hebben we besloten in Nederland dat de premies gestabiliseerd worden. En daarmee kan je toch veel minder risico's doorschuiven naar de jongeren. Dus de facto wordt er niet zoveel risico gedeeld. En dan kom je voor de vraag te staan, wil je nog die risicodeling binnen het collectieve systeem hanteren? Of zijn er alternatieven denkbaar binnen meer individuele systemen, wel met verplichte deelname natuurlijk, waarin je misschien die risicodeling ook kunt organiseren? Welke meerwaarde hebben die andere systemen dan? Meer individuele systemen hebben in het algemeen een sterkere band tussen wat mensen inleggen en wat mensen eruit krijgen. Dus het is wat zichtbaarder wat je zelf betaalt en wat je eruit krijgt. Daardoor is er ook wat meer ruimte voor keuzevrijheid. Dus de keuzes die mensen maken, die doe je uit je eigen potje, zeg maar. Niet ten laste van anderen. En er is wat meer helderheid in het systeem, omdat je ziet welk deel van het pensioen van jou is. Maar dan moet er ook nadelen zijn, want zou iedereen het systeem omhelzen. Ja, er zitten risico's aan. En daar zie je ook in het buitenland zie je daar goede en slechte ervaringen mee. Slechte ervaring is als je mensen te veel keuzevrijheid geeft en mensen het bos instuurt van kiest u maar. Dan kiezen mensen toch vaak te lage pensioenbesparingen. Ze kiezen de verkeerde beleggingen. Wat we nu leren internationaal is dat je moet de keuzes goed aanbieden. Dus wat heel goed werkt is dat je mensen de defaults aanbiedt. Dus zeg van een standaard optie. Als u deze optie kiest, dan denken wij dat u een goed pensioen heeft. U mag er van afwijken. Maar met die keuzeoptie geef je dan sturing aan de keuzes van mensen. En dan combineer je de behoefte aan eigen regie. Over pensioenen met een goede keuze van je pensioen. Is het een nieuw systeem op de een of andere manier al te kwantificeren in welvaartsgroei? Dat is lastig. Dus dat kan je met wat voorbeelden doen. Dus we hebben een aantal voorbeelden doorgerekend. Als mensen veel te weinig sparen, nou, dan verlies je toch gauw een paar procenten van je welvaart. Of als mensen te veel zouden sparen, verlies je wat behoorlijk. Nou, die twee dingen moet je een beetje tegen elkaar afwegen. Wij kiezen uiteindelijk niet voor het een of het andere systeem. Wat wij met deze studie willen, is het aandragen van bouwstenen. En we helpen aan een bewuste keuze tussen het een en het andere systeem.